The subject of today's session is, in many ways, a continuation of our last session. Het onderwerp van vanavond is in feite een voortzetting van het onderwerp van de vorige sessie over Jesaja. That is, we already noted that drawing the breaks at the beginning of chapters is often arbitrary. Het is ons al opgevallen dat de hoofdstukindeling niet altijd overeenkomt met de verhaallijn. And that was reason that the last session didn't end at the end of chapter 7, but rather with chapter 8, verse 4. En dat is de reden waarom we de vorige keer niet gestopt zijn aan het eind van hoofdstuk 7, maar bij hoofdstuk 8, vers 4. Because there was a progression that was describing the destruction of Judah's enemies, the kingdom of northern Israel and the kingdom of Aram, that really extended until chapter 8, verse 4. Want er was een progressie in de verhaallijn waarbij de vijanden van Juda en de koning van Aram vernietigd werden, en die liep door tot in hoofdstuk 8. We continue with chapter 8, verse 5. We gaan dus door bij hoofdstuk 8, vers 5. But not with a completely different subject. Maar niet met een geheel verschillend onderwerp. On the contrary, we don't see here any indication that this is a new subject, a new beginning, a new time frame of the prophet. In tegenstelling, we zien niet dat dit een nieuw onderwerp is of een nieuw tijdvak. The truth is that whether all of these different passages were said by Isaiah adjacently, or if they were put together because they're connected to one another in the book and they weren't said together, obviously we don't know. Om eerlijk te zijn, weten we niet of Jesaja al deze dingen ook daadwerkelijk achter elkaar heeft gezegd, opvolgend in de tijd, of dat ze later zijn samengevoegd tot één verhaal. Dit is iets wat we niet weten. But we do see very clearly that what is described in the remainder of chapter 8 and into the beginning of chapter 9 is thematically directly following on the heels of what we discussed in our last session. Maar wat we wel zien is dat hoofdstuk 8 vanaf vers 5 tot in hoofdstuk 9 thematisch direct volgt op wat we in de vorige sessie behandeld hebben. It still, for example, is all about the challenge of Bitzin, the king of Aram, and Pekach ben Remaliah, the king of northern Israel, Judah's adversaries. Het is namelijk nog steeds zo dat de koning van Aram, Rezin, en Pekach, de zoon van Remalia, de koning van Israël, Juda uitdagen. Of course, it's important for us to bear in mind that there is, in describing the tug of war taking place between these various small kingdoms, a looming shadow on the horizon that becomes much more than a looming shadow in the passage before us. Het is goed om in gedachten te houden dat die schermutselingen tussen die koninkrijken die we eerder hebben gezien, dat wordt nu veel sterker uitvergroot. The looming shadow, of course, being Assyria, the rising empire in the east. En er daagt ook iets op vanuit het oosten, en dat is de koning van Assyrië. I'm stressing all of this because we have all of these conflicts taking place. In many ways, a world with which we can identify all too well.
with all of these battlegrounds and all of these conflicts swirling around the world in which Judah is trying to survive. We hebben ook al eerder gezien dat het een tijd was van conflicten tussen al die kleine koninkrijkjes. En het is ook iets waarmee we ons vandaag de dag kunnen identificeren, waarin we ook zien dat veldslagen en oorlogen elkaar afwisselen, ook rondom Israël, rondom Juda heen. Of course, again, I'm going to stress, it's important for us to bear all this in mind, because the prophet is speaking to his generation and writing for his generation directly. En ik wil dit benadrukken, omdat de profeet Jesaja natuurlijk spreekt en schrijft tot de generatie waarin hij leeft. That doesn't mean he doesn't have a message for us. Of course, he does. Otherwise, Isaiah would not be in the Bible. Maar dat betekent natuurlijk niet dat hij geen boodschap heeft voor ons vandaag de dag. Natuurlijk is dat zo. Anders zou Jesaja niet in de Bijbel zijn opgenomen. But as always, in order to understand the message of Isaiah to us, we first need to understand the message of Isaiah. What is he talking about in his time and to his generation? Dus om de boodschap van Jesaja voor ons te begrijpen, zullen we eerst moeten begrijpen wat de boodschap was van Jesaja in zijn tijd en tot zijn generatie. So with all this borne in mind, we embark upon our passage. Dus terwijl we dit in ons achterhoofd meedragen, gaan we van start met de passages. Beginning with chapter 8, verse 5. Beginnend met Jesaja 8, vers 5. And God spoke unto me yet again, saying. De Heere sprak opnieuw tot mij. Now of course, the yet again makes it very clear. This passage is not something new, it's a continuation. En het woordje opnieuw, hij sprak opnieuw tot mij, maakt natuurlijk duidelijk dat dit een voortzetting is van het voorgaande. But it is focusing upon a new dimension in what the prophet is addressing and the message that he's teaching to his generation and to us. Maar tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat het een nieuw licht werpt op de dingen die Jesaja duidelijk probeert te maken en dus ook in zijn boodschap voor ons. The message of the prophet explicitly conveyed to the people, and we'll note here especially a motif that we haven't seen before. Hier volgt de boodschap van Jesaja, en er zit een motief in wat we nog niet eerder gezien hebben. This people. En dit volk daar. Focus erop. Now, admittedly, this expression does not appear for the first time in Isaiah here. The expression appears for the first time in Isaiah chapter 6. We'll recall that in a moment. But let's see what he has to say about this people and who this people refers to. En de term dit volk, dat in vers 6 staat, komt niet voor het eerst voor hier in Jesaja. Dat was namelijk in hoofdstuk 6. En daar zullen we zo meteen ook nog op teruggrijpen. Maar laten we eerst zien wat hij hier te zeggen heeft over dit volk en wie daarmee bedoeld wordt. For as much as this people has refused the waters of the Shiloah that go softly and rejoice with Ritzin and Remaliah's son. Vers 6, omdat dit volk versmaadt de zachtstromende wateren van Siloach en er vreugde is bij Rezin en de zoon van Remalia. Just to understand, what is he talking about here? For those of you who have been to Jerusalem, you know
what the Shiloach is. Om even een indruk te geven waar het hier over gaat. Degenen van jullie die naar Jeruzalem zijn geweest, die weten wat de Shiloach is. The Shiloach is a spring on the southern slopes of the Temple Mount, which was the city of David. En de Shiloach is een bron die ligt op de zuidelijke helling van de Tempelberg, wat de stad van David was. It was no mighty river. It was just a spring. Dat was geen grote machtige rivier. Het was een bron. It was critically important to Jerusalem because it was the source of water for the city. En het was van levensbelang voor de inwoners van Jeruzalem, want dit was hun waterbron. It was a constant security challenge to ensure that the waters of the Shiloach would be accessible to the people of the city, and ultimately, in the time of King Chizkiyahu, Hezekiah, the spring was diverted into the city. Het is een voortdurende zorg geweest om veiligheidsredenen om te zorgen dat ze bij die bron konden blijven komen. En uiteindelijk is onder koning Hiskia de bron ook omgeleid naar binnen de stad. So of course, the kings of Judah who reigned in Jerusalem were always concerned about the Shiloach. Dus de koningen die in Jeruzalem regeerden zijn altijd bezorgd geweest, hebben altijd goed gezorgd voor die bron. It was nothing big, nothing exciting, nothing that could be associated with grand adventures. It was just what provided the people with the water they needed to stay alive. Het is niets groots of avontuurlijks of machtigs, er is ook niets spannends aan. Het is simpelweg een bron van water en een eerste levensbehoefte van de mensen in de stad. And this people, of whom God speaks in this prophecy to Isaiah, are obviously the people who aren't satisfied with this state of affairs. En de term dit volk, wat Jesaja hier gebruikt, duidt overduidelijk op de mensen die niet zo blij zijn met de huidige staat van zaken. They see something exciting is brewing with Ritzin, the king of Aram, with Pekach, son of Remaliah, the king of northern Israel, who are evidently trying to establish a coalition to be able to go to battle against the great emergent Assyrian Empire. Zij zien namelijk iets spannends opborrelen, namelijk de coalitie die Rezin, dus de koning van Aram, en Remaliahu, koning van Israël, hebben gesloten om samen te strijden te trekken tegen de koning van Assyrië. It sounds so much more exciting to get involved in global politics than merely worrying about some little trickle of a spring that brings water to the people of Jerusalem. Het klinkt zoveel spannender om je bezig te houden met wereldpolitiek dan om je bezig te houden met zo'n simpele, kalme bron die de inwoners van Jeruzalem van water voorziet. And the prophet tells them in God's name that because they refused the waters of the Shiloach, well, they'll get what they wanted. Maybe they'll get more than they expected. En de profeet Jesaja vertelt namens God aan deze mensen dat omdat zij die zachtstromende wateren van de Shiloach verworpen hadden, dat ze krijgen waar ze om gevraagd hadden. En misschien zelfs meer dan waar ze om gevraagd hadden. Verse 7. Now therefore, behold, God brings up upon them the waters of the river, mighty and many, even
the king of Assyria and all his glory. And he shall come up over all his channels and go over all his banks. Vers 7. Nu daarom zie, doet de Heere over hen opkomen, de machtige, geweldige wateren van de rivier de Eufraat, namelijk de koning van Assyrië met al zijn luister. Deze zal buiten al zijn stroombeddingen treden en over al zijn oevers heen stromen. You're not satisfied with this little trickle of a stream. Boy, you're going to get more than you expected. Als je niet tevreden bent met die zachtstromende bron, nou, dan zul je wel eens even wat meemaken, meer dan je verwacht had. And the prophet continues in verse 8, he shall sweep through Judah, overflowing. As he passes through, he shall reach even to the neck. And the stretching out of his wings will fill the breadth of your land, O Immanuel. Which, as we've noted, is the name of one of Isaiah's sons. And it means God is with us. Vers 8. Hij dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen, hij reikt tot aan de hals. En zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van uw land innemen, Immanuel. En dit, Immanuel, is zoals we gezien hebben een van Jesaja's zonen. En de naam betekent God is met ons. Now, we see a description here, what the prophet is vividly describing as what is soon to happen when the army of Assyria comes sweeping through the lands. We zien hier een heel levendige beschrijving van de profeet van wat er gaat gebeuren wanneer de koning van Assyria over het land heen trekt, spoelt. We've already noted that this sweeping in of Assyria will soon spell the doom of both Aram and northern Israel. Het overstromen van het overspoelen van de koning van Assyrië betekent, zoals we spoedig zien, het einde van Israël, Noordelijke Rijk, en van Aram. It will almost spell the doom of Judah as well, except it only reaches the neck. So Judah remains just barely above water. En het wordt ook Judah bijna noodlottig. Het komt tot aan de nek, dus het overspoelt ze net niet helemaal. Ze kunnen nog net het hoofd boven water houden. And the prophet continues, join together, O you people, and you will be broken in pieces. Give ear, all you of far countries. Gird yourselves, and you will be broken in pieces. Gird yourselves, you will be broken in pieces. The destruction of this major global conflict that is spelling doom to Judah's neighbors. Vers 9. Volken loopt de hoop en wordt verpletterd. En neemt er oren, alle die in verre landen zijn. Omgort u en wordt verpletterd. Omgort u en wordt verpletterd. De vernietiging is dit die uitgaat van de koning van Assyrië. En die het noodlot betekent voor Israël, het Noordelijke Rijk, en voor Aram, de buurlanden van Juda. Except that this description doesn't only apply to northern Israel and Aram, it's also going to apply to Assyria itself. Behalve dan dat het niet alleen noodlottig wordt voor Israël en voor Aram, maar dat het ook het noodlottig zal worden voor de koning van Assyrië zelf. Because the Assyrian Empire itself is soon after to face its own destruction. Want het Assyrische Rijk zal ook spoedig hierna
zijn vernietiging onder ogen zien. In verse 10, take counsel together and it shall be brought to naught. Speak the word and it shall not stand. And this could apply to all of Judah's enemies. Vers 10, beraam een plan, het zal verijdeld worden. Spreek een woord, het zal niet tot stand komen. En dit is toepasbaar op al de vijanden van Juda. And the final words of the verse, in the Hebrew, Ki Immanuel, the same words as the name of the prophet's son. En dan de laatste woorden van vers 10. Want God is met ons. En daar staat in het Hebreeuws Immanuel, hetzelfde als de naam van Jesaja's zoon. Ki Immanuel, in translation, could either be for God is with us, or, and I think this may be more appropriate in context here, when God is with us. En het Hebreeuwse dat daar staat, Ki Immanuel, kan op meerdere manieren worden uitgelegd. Bij ons staat vertaald, want God is met ons. Maar, en misschien is dat zelfs meer toepasselijk, het kan ook vertaald worden als wanneer God met ons is. So you have this global crisis, a cataclysm taking place. All these countries vying with one another for world dominance, all of these conflicts playing out on the stage of world history. Dus we bevinden ons hier in dit strijdtoneel van wereldformaat, waarin iedereen streeft naar complete wereldoverheersing op het toneel van de wereldpolitiek. And this is the prophet's message. It will all come to naught. It will not stand. When God is with us. En dit is de boodschap van de profeet die hij daarover heeft te zeggen. Het zal verijdeld worden. Het zal niet tot stand komen. Wanneer God met ons is. I feel compelled to interject here. A small observation. Ik wil graag een kleine toevoeging hier doen. Have you ever seen what the uniform of the soldiers of Nazi Germany looked like? Is het je wel eens opgevallen hoe de uniformen van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog eruit zien? Did you ever see the belt buckle? Heb je wel eens gekeken naar de de gesp van de riem? The belt buckle said on it, God is mit uns. God is with us. Daar staat op, God is mit uns. God is met ons. In Hebrew, that would be Immanuel. In het Hebreeuws zou dat zijn Immanuel. The promise is only a promise when God is with us. And that places the responsibility upon us. There aren't any glib promises. Certainly not that God is with us irrespective of what crimes we commit. God is, al die dingen worden alleen verijdeld als God met ons is. En daarmee komt de verantwoordelijkheid ook bij ons te liggen. Want zijn aanwezigheid is er niet zomaar. We kunnen niet alsmaar criminaliteit bedrijven en verwachten dat God met ons is. En dit brengt ons once again to that theme here of this people. En dat brengt ons weer bij datzelfde thema, dit volk.
this people in context here clearly again refers to people of Judah. And the term dit volk in vers 11 verwijst opnieuw duidelijk naar het volk van Juda. Of course, not all the people of Judah, but there were people of Judah who clearly assumed that they could do anything and God would always be with them. En natuurlijk niet alle, gaat het niet over alle mensen van Juda, maar er zijn ook heel veel mensen die denken dat God met hen is, ondanks al het onrecht wat ze bedrijven. And so, in verse 11, God spoke thus to me with a strong hand, admonishing me that I should not walk in the way of this people. Vers 11, immers zo heeft de Heere tegen mij gezegd, toen zijn hand mij te sterk werd, en hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan. Vers 12, don't say a conspiracy concerning everything that this people says is a conspiracy. Don't fear their fear, nor stand in awe of it. Stand in awe of what they are revering. U mag geen samenzwering noemen, alles wat dit volk een samenzwering noemt. En waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. And again, when we speak of this people, I think it's important for us to remember in Isaiah chapter 6 in verse 9, God says, go and tell this people, you hear indeed, but you don't understand. You see indeed, but you don't perceive. En het is belangrijk om op dit moment even in herinnering te brengen wat we in Jesaja 6 vers 9 hebben gelezen. Toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. We can do a survey of all the places that we encounter this people in Isaiah. We don't have time to do that right now. But I do want to share with you the last instance in which the expression this people appears in Isaiah, because I think it's very instructive. We zouden een heel onderzoek kunnen doen over alle plaatsen waarin Jesaja de term dit volk voorkomt. Maar daar hebben we nu de tijd niet voor. Wat ik wel met jullie wil delen is de laatste keer in het boek Jesaja dat deze term voorkomt. En dat is in Jesaja 29, vers 13 en ook in vers 14. Exactly. God says, for in as much as this people draw near, they're drawing near to God. Sounds good. And with their mouth and with their lips, they do honor me. So far, it still sounds okay. They're honoring God. They're honoring God with their mouth and their lips. But have removed their heart far from me. And their fear of me is a commandment of men learned by rote, but without the heart. De Heere zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond, en dat klinkt op zich heel goed, heel vroom, en zij mij eren met hun lippen, tot zover klinkt het ook nog geweldig. Maar dan, maar hun hart ver van mij houden. En hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. En daar gaat het mis. Hun hart is van God verwijderd. Now they undoubtedly think they're doing very well for themselves, this people. En ongetwijfeld zullen deze mensen van zichzelf denken dat ze het heel goed doen. They're drawing near to God, they're honoring him. They must think, God must be with us, right? Zij denken, we naderen toch tot God, we eren hem met onze lippen. En ze denken van, God moet wel met ons zijn, toch? They have it all figured out.
Ze hebben het allemaal uitgedacht. Except of course they don't. Behalve dat ze dus toch niet helemaal door hadden. Verse 14, therefore behold, I will add confounding obscurity to this people. Obscurity upon obscurity. So that they'll know they don't understand anything. The wisdom of their wise man will be lost. The prudence of their prudent man will be hidden. Daarom, vers 14 uit hoofdstuk 29. Daarom, zie, ga ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk. Wonderlijk en wonderbaar. Want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan. En het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. En likewise here. These people have it all figured out. Who they should be fearing, what mission they should be having, because God is with them. En ook hier zijn mensen die het helemaal voor elkaar hebben. Ze eren God en ze denken hij is met ons. And of course, as the prophet points out in verse 13, they've got it all wrong. En zoals de profeet het uitlegt in vers 13, zitten ze er helemaal naast. And he bids them, the God of hosts, him you shall sanctify. Let him be your fear. He is the one of whom you should stand in awe. En hij pleit bij hen om de God van de legermachten te eren en te vrezen. En voor hem ontzag te hebben. And he shall be for a sanctuary. But also for a stone of obstacle, a rock of stumbling to both the houses of Israel, for a gin and of her snare to the inhabitants of Jerusalem. We zijn terug in Jesaja 8, vers 13 en 14. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt, voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. And of course, we can't help but note here the double message. That God is going to be a sanctuary. En we moeten hier de dubbele boodschap opmerken. Enerzijds dat God een heiligdom zal zijn. That God is a sanctuary. So that God is a sanctuary is the fulfillment of, in verse 13, the God of hosts, you shall sanctify. So God becomes a sanctuary. En dat God tot een heiligdom wordt, dat is een vervulling van wat er in vers 13 staat. Hem moet u heilig achten. Dus dat gebeurt, dat hij een heiligdom wordt. But when you have God in your midst, when you are in the sanctuary, you're held to a high standard if you're in your conduct. Maar als God in je midden is en je staat in zijn heiligdom, dan wordt er een hele hoge maatstaf gehanteerd van je wandel. Immanuel, God is with us, is not just a promise, it's also a challenge. Immanuel, God is met ons, is niet alleen een belofte, het is ook een uitdaging. And ironically, even though Isaiah is prophesying specifically to Ahaz and the house of David in Judah, his message here is to both houses of Israel, both Judah and northern Israel. En opvallend is dat hoewel de profeet spreekt tot Ahaz, koning van Juda, dat de profetie zelf gaat over beide huizen van Israël, zowel het noordelijke rijk als het rijk van Juda. God is with us when we are with God.
God is met ons wanneer wij met God zijn. When we're not, then God being for us a sanctuary is a stumbling block. It is indeed the very scary presence of holiness that we aren't prepared to welcome into our lives. Wanneer wij niet met hem, met God zijn, dan is dat heiligdom iets angstaanjagends. En ja, en zijn heilige tegenwoordigheid die we niet bereid zijn om te verwelkomen in zijn leven, dan is zijn heiligheid een steen des aanstoots en een rots waarover men struikelt. And many among them shall stumble and fall and be broken and be snared and be taken. Vers 15. Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. That is getting back to that message that all of the plans and all of the things said will come to naught, because ultimately it is God's plan that endures, and that works again when God is with us. We zien dat de belofte eerder en dat Gods plan vindt doorgang en alle andere dingen, alle tegenstand zal verijdeld worden en het zal niet tot stand komen. We get that message amplified in Psalm 33. We vinden deze boodschap uitvergroot in Psalm 33. In verse 10, God brings the counsel of nations to naught. He makes the thoughts of peoples to be of no effect. In Psalm 33, vers 10. De Heere vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. In both verse 11 and likewise in Proverbs chapter 19 verse 21. It is only the counsel of God that shall stand. In zowel vers 11 uit Psalm 33 als in Spreuken 19 vers 21 is het slechts de raad van God die blijft staan. And so, what is that going to mean in practice with respect to all of the events that are swirling around us, the conflicts taking place all around Judah? And likewise, the conflicts that take place right now, all around us. En dus wat voor effect gaat dat hebben op al die conflicten die zich afspelen rondom Juda in die tijd? En ook ten aanzien van de conflicten die zich afspelen rondom ons in deze tijd? The final words of the prophet Hosea ring here loud and clear in chapter 14, verse 10. The ways of God are upright, and the righteous walk in them, but transgressors stumble in them. De laatste woorden van het boek Hosea klinken hier luid en duidelijk. Uit Hosea 14, vers 10, tweede deel. De wegen van de Heere zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen. There is no guarantee. And God will be with us only to the extent that we have readied ourselves for God to be with us. Er is geen garantie zomaar. En God is met ons voor zover wij bereid zijn in zijn wegen te wandelen.
And this brings us to the continuation of Isaiah chapter 8, verses 16 and on. En dit brengt ons terug naar Jesaja 8 vanaf vers 16. Bind up the testimony. Seal the Torah, the teaching, among my disciples. Bind het getuigenis toe. Verzegel de wet, de Torah, onder mijn leerlingen. Why bind it up? Why seal it? Waarom moet dat toegebonden worden? Waarom moet het verzegeld worden? Because there are messages that people just aren't ready to listen to. Omdat er boodschappen zijn waar mensen simpelweg niet naar willen luisteren. And if people aren't ready to go with God, God isn't going to be with them either. En als mensen niet bereid zijn om met God te gaan, dan is God ook niet met hen. Verse 16 could be read as a very scary statement. That you bind this up, you give it to the students, they'll hold on to it, because the rest of society isn't paying any attention. Vers 16 kan heel beangstigend klinken. Het getuigenis wordt toegebonden en de instructie, de Torah, wordt verzegeld en het wordt als een pakketje afgeleverd alleen bij de leerlingen, omdat de rest het niet wil horen. And you know, to some extent, that really is what Isaiah is telling us here. En in zekere zin is dat ook daadwerkelijk wat Jesaja ons hier wil zeggen. But simultaneously, verse 17 gives us an additional message. En tegelijkertijd zien we in vers 17 nog een boodschap verborgen. I will wait for God who hides his face from the house of Jacob, and I will hope for him. Ik zal de Heere verwachten die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. In a way it's a very scary statement because it speaks of God hiding his face from us. En ook dit is een heel beangstigende uitspraak, want het spreekt van God die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. And remember we saw this message also in Isaiah chapter 29 with respect to this people. When God brings upon us obscurity upon obscurity, and we don't see, and we don't understand, and the wisdom of the wise is lost. En deze boodschap zagen we eerder ook in hoofdstuk 29 van Jesaja, wat in onze vertalingen niet heel goed uitkwam, maar was er sprake van duisternis die op duisternis gestapeld werd, waarbij de wijsheid van de wijzen verborgen werd. And yet still, the prophet says, I will hope for him. En toch zegt de profeet, op hem zal ik hopen. Now in a way, that's part of the message of bind up the testimony. Hold on to it, because it is going to remain a testimony that demands of us, ultimately, to return to God and his word, and to hear the message. En in zekere zin bevestigt dit wat er in vers 16 staat, namelijk bindt het getuigenis toe, want er is nog steeds een getuigenis. En uiteindelijk zal dat getuigenis zo klinken dat men moet bekeren en zich naar God toe moet keren. And we can't help but note that we get a similar message in Deuteronomy chapter 31 that God conveys to Moses. En we kunnen hier opmerken dat in Deuteronomium 31 eenzelfde soort boodschap wordt overgebracht door Mozes. In verse 16 God says to Moses that after you lie with your fathers, after your death, this people will rise up, this people again, and go astray after foreign gods, break my covenant that I made with them. En Deuteronomium 31, vers 16. En de Heere zei tegen Mozes, zie, u gaat bij uw vaderen te rusten,
En dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat aangaan, in het midden van het land. Het zal mij verlaten en mijn verbond dat ik ermee gesloten heb verbreken. And we see exactly the same motif that we see in Isaiah chapter 8 about God hiding his face. I will forsake them and I will hide my face from them. And they will be devoured, and many evils and troubles will come upon them. En in het daaropvolgende vers, vers 17, zien we eenzelfde soort motief als in Jesaja, namelijk dat God zijn gezicht zal verbergen. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat ze opgegeten zullen worden en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen. And the following verse, in verse 18, I will surely hide my face in that day for all the evil which they have wrought. En in vers 18, ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft. And there also, there is a testimony, a witness. En ook daar is een getuigenis, een getuige. In verse 19, now therefore write this song for you and teach it to the people of Israel, put it in their mouths, that this song may be a witness for me against the people of Israel. En dat getuigenis staat in vers 19. En nu schrijf voor u dit lied op en leer het de Israëlieten. Leg het hun in de mond, opdat dit lied voor mij een getuige is tegen de Israëlieten. Truth is that when we read about this song, it's not exactly clear to what God is referring. En toegegeven, als er staat dit lied, dan weten we niet exact waar God dan aan refereert. We could understand it as referring to the very next chapter in Deuteronomy, which is, of course, Moses' song, Deuteronomy chapter 32. We kunnen dat natuurlijk opvatten als een verwijzing naar Deuteronomium 32, waarin het zogenoemde lied van Mozes staat. In our tradition, this song refers to the entire Torah, all the five books of Moses. En in onze traditie slaat deze term, dit lied, op de complete Torah. After all, it all is there to bear witness about our responsibility in being faithful to God's word. Want tenslotte is die hele Torah een getuigenis voor van onze getuige voor onze verantwoordelijkheid om die Torah te doen. And it is in this vein in Deuteronomy chapter 31, verse 21. And it shall come to pass, when many evils and troubles are come upon them, that this song will testify before them as a witness, for it shall not be forgotten out of the mouths of their seed. They'll remember it always. En dan staat daar vers 21, en het zal gebeuren, wanneer veel verschrikkelijke dingen en noden het volk getroffen hebben, dat dit lied dan voor zijn aangezicht als getuige zal antwoorden, want het zal niet vergeten worden of uit de mond van zijn nageslacht verdwijnen. And you know, inevitably we realize that while these words in Deuteronomy chapter 31 are very harsh, even scary, there's also an element of consolation. These words won't be forgotten. Hoewel ook deze woorden in Deuteronomium 31 toch al angstaanjagend zijn, zit er ook een bepaalde troost in. Want staat er, dit lied, deze woorden zullen niet vergeten worden. So of course, that's part of the message in Isaiah as well, that when you bind up the testimony, that testimony is going to remain real, and it's going to remain valid for as long as it takes. En dat is natuurlijk ook de boodschap in Jesaja 8 vers 16, bindt het getuigenis toe, dat dat getuigenis ook blijft staan en geldig is voor zo lang als dat het nodig is. So even though God
hides his face, still, says the prophet, I will hope for him. Dus, zo zegt de profeet, zelfs al verbergt God zijn aangezicht, toch zal ik op hem hopen. And even additionally, the prophet adds, I and the children whom God has given me shall be portents, tokens, signs, wonders in Israel from the God of hosts who dwells in Mount Zion. En daarbovenop voegt de profeet nog toe, Jesaja 8 vers 18, zie ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de Heere van de legermachten, die op de berg Sion woont. So on the one hand, again, so much is confusing, obscurity upon obscurity, but there is some clarity. For the people of Isaiah's time, they had Isaiah. They had the clarity of having a prophet in their midst. En zo zien we dat, dat het moeilijke tijd is, was, dat duisternis op duisternis gestapeld wordt, maar er is ook wat helderheid. En voor de mensen in de tijd van Jesaja was bood Jesaja dat stukje helderheid. Of course, we also have Isaiah in our midst, because we have his words. En uiteraard hebben wij ook wij Jesaja in ons midden, want we hebben zijn woorden nog. But now let's appreciate this challenge. This is the challenge on the one hand of living in a world in which everything is confusing and there are global conflicts taking place and you really don't know what's happening and you have the lone voice of the prophet calming you and telling you what's going to be. Laten we dit even gaan waarderen. Hè? In te midden van de verwarring en al die conflicten die zich om je heen afspelen en je weet niet wat er allemaal gebeurt, dan zijn er de woorden van deze profeet die tot ons spreken. We can well understand what the motivation is in a world like that, in a world full of confusing messages, like ours as well, that people come, verse 19, and say, seek unto the ghosts and the familiar spirits that chirp and that mutter. Should not a people seek unto their God on behalf of the living unto the dead? En in zo'n wereld waarin alles verwarrend is en mensen niet weten wat ze moeten doen, zoals dat toen was, maar ook nu zo is, kun je heel goed voorstellen dat wat we in vers 19 lezen, dat ze de geesten van doden willen gaan raadplegen en van waarzeggers. Wanneer ze dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel, zeg dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Now the truth is that, at least for me, and I'm sure this is true of all of you as well, it's very difficult to relate to this desire, as stated, to go to ghosts and familiar spirits in order to find out what's going to be. That's not the way we usually operate, is it? En ja, voor mij persoonlijk, en zoals ik verzekerd ben ook voor jullie, is dit niet iets waar wij ons snel aangetrokken toe zouden voelen. Om de doden, de geesten van doden te raadplegen en waarzeggers. Dat is niet zoals wij normaal met de dingen omgaan. But let's forget about the specific circumstances that Isaiah is describing here. Remember, he's speaking first and foremost to his generation and what they felt in their time. Maar laten we even al die omstandigheden loslaten. Jesaja spreekt tot de mensen in zijn generatie, in zijn tijd. For us, the message is people are confused. They don't understand what's happening. And they want to get a single, definite, solid answer. De mensen zijn compleet in de war. En ze willen gewoon een duidelijk, definitief, stevig antwoord hebben op hun vragen.
getting clear answers, having a simple understanding of everything happening in the world, being able to get what I want when I want it. This has been the classic motivation for paganism throughout all generations. Dus dat antwoord krijgen om zich te krijgen op wat zich afspeelt in de wereld, wanneer ik het wil, wat ik wil, dat is steeds het motief geweest ook van de heidense religies, het paganisme wat op is gekomen in de wereld. All that is important for us to remember in this regard is that this means forgetting at certainty God explicitly forbade. En deze wijze van zekerheid verkrijgen is iets wat God expliciet verboden heeft. In Leviticus chapter 19, verse 31, you shall not turn to divining by ghosts or familiar spirits. And indeed, in Leviticus chapter 20, verse 6, we see that doing this is among the terrible sins that God says, I will cut off the one who does it from among his people. In Leviticus 19, vers 31 lezen we dat verbod. U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de Heere uw God. En in het hoofdstuk daarna, hoofdstuk 20 van Leviticus, vers 6... lezen we over de straf die er staat op het raadplegen van geesten van doden. En de persoon die zich tot de dodenbezweerders of tot de waarzeggers wendt, om als een hoererij achter hen aan te gaan, tegen die persoon zal ik mijn aangezicht keren en ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. The continuation of chapter 20. You shall be holy unto me, and by consequence, engaging in this divining by ghosts and familiar spirits is punishable by death. En dan de voortzetting van Leviticus 20 is: heilig uzelf en wees heilig, want ik ben de Heere uw God. Houd mijn verordeningen en doe ze, ik ben de Heere die u heiligt. En dien te gevolgen is het raadplegen van doden dus strafbaar met de dood. Like idolatry itself. Net. When we take the object of our adoration, our veneration, and we make it into a god in this world, what we do inevitably is we spell our own destruction. Net als bij afgoderij, als we datgene wat we bewonderen in het middelpunt zetten van ons leven, dan tekenen we ons eigen doodsvonnis. We spell our own destruction. Because in our worshiping God, who is not in this world, who is beyond this world, we strive our entire lives to come closer to him, to be able to say, Immanuel, God is with us. That's a lifelong process. Ik zeg, we tekenen ons doodvonnis omdat wanneer we God aanbidden en naar hem zoeken, hij die niet in deze wereld is, daar zijn we een leven lang mee bezig om tot hem te naderen, om dan vervolgens uiteindelijk te kunnen zien dat hij met ons is. That lifelong process is what makes our lives always meaningful. En dat levenslange proces is wat onze levens altijd betekenisvol maakt. Not because we have clear answers, not because we have simple solutions, but because all our lives we're striving to come closer to God. Niet omdat we simpele antwoorden hebben of heldere oplossingen, maar simpelweg omdat er altijd naar streven om dichter bij God te komen. The pagan, the idol worshipper,
the one who seeks answers by divining ghosts and familiar spirits. He doesn't want to be striving for his life. He wants to have everything now, here, right away. And the heiden, the afgoden dienaar, die wil zijn leven niet in het teken zetten van dat streven naar leven, naar God naderen, God leren kennen. Die wil nu antwoorden. Nu, hier en snel wat. Small wonder that getting rid of these things was the hallmark of being a king who was truly devoted to God, and reinstitutionalizing them was the hallmark of a wicked king. I did not fully understand that. Could you repeat that? The righteous king, as we see King Josiah in Kings 2, gets rid of these things. The wicked king, Menashe, institutionalizes them. Because it's all about, are you trying to get closer to God or not? In 2 Koningen gaan we lezen over koning Josia, die deze dingen, die geesten bezweren en dat soort dingen allemaal wegdoet. Maar koning Menashe stelt ze juist in. En dit is precies de tegenstelling waar het om gaat. Of we willen streven naar leven met God of niet. Most tellingly, in Deuteronomy chapter 18, where we read of the prohibition to consulting ghosts and familiar spirits and all of the other forbidden forms of divination. We gaan ook kijken in Deuteronomium 18, wat er staat geschreven over het raadplegen van doden en allerlei andere dingen die God afgrijzelijk vindt. In contrast to all of that, we read in chapter 18, verse 13, you shall be wholehearted with God your Lord. Dus in tegenstelling tot al die dingen lezen we in Deuteronomium 18, vers 13. Oprecht moet u zijn tegenover de Heere uw God. Now in the continuation of the chapter we read that what God gives you instead of these diviners and soothsayers is prophets. En wat we lezen in het vervolg van het hoofdstuk, als je oprecht bent tegenover de Heere uw God, dan krijg je niet raadplegers van doden en bezweerders, maar je krijgt profeten. But the truth is, prophets don't always tell you what's going to be. Maar de waarheid is dat profeten je niet altijd vertellen wat er zal zijn, wat de toekomst is. Prophets are there to tell you what you're supposed to be doing. Profeten vertellen wat je zou moeten doen. That's why in verse 15, when God says, a prophet will God raise up unto you from the midst of you, of your brethren, like Moses, you shall hearken to him, you shall obey him, because he's telling you how to live. He's not telling you what's going to be, but what you're supposed to do. En daarom lezen we in Deuteronomium 18, vers 15, een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zoals Mozes, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. En dit is dus omdat profeten niet vertellen wat er zal zijn of wat er zal gebeuren in de toekomst, maar ze vertellen je wat je moet doen. So returning then again to Isaiah chapter 8. Remember when the people said, why don't we go to these diviners to seek unto the ghosts and the familiar spirits? Let them tell us what's going to be. En daarmee keren we terug naar Jesaja 8. En naar de mensen die zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers. En laat hun maar vertellen wat er staat te gebeuren.
our response in verse 20 is, we hold to the Torah. We hold to the testimony. That's what matters. Knowing how we're supposed to be living, not getting some means of information to know what the soothsayers say, to know what's going to be. En het antwoord daarop in vers 20 is, terug naar de wet en het getuigenis. Want de wet en het getuigenis vertellen wat je moet doen. En niet een of andere boodschap van een waarzegger die vertelt wat er in de toekomst staat te gebeuren. And what follows? In verses 21, 22 and 23 is an image of utter devastation, destruction. The kingdom of northern Israel, like the kingdom of Aram as well, is completely destroyed by the onslaught of the Assyrian Empire. En in het vervolg in vers 21, 22 en 23 lezen we over de totale vernietiging van Aram en van het noordelijke rijk Israël door de koning van Assyrië. The conclusion in verse 23, there is no weariness to the one who oppresses her. At the first time, he has lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward, he dealt a more grievous blow by way of the sea, referring to the Sea of Galilee, beyond the Jordan, in the Galilee of the nations, and the fate of northern Israel is sealed. Okay, this is a verse I will translate from your... Can you scroll up a bit? Ik ga dit vers letterlijk vertalen omdat het zeer anders is dan in mijn Bijbel staat. Voorzeker er zal geen... Voorzeker er zal geen donkerheid zijn bij degene die haar onderdrukt. Nu... Ten eerste heeft hij het land van Zebulon een lichte slag toegebracht en het land van Naphtali. Maar daarna heeft hij een veel geweldiger slag toegebracht door de weg van de zee over de Jordaan in het district of in Galilea van de natiën. A message. Indeed, of gloom and confusion, because we only see clearly when God is with us. Dus het gaat over vernietiging in twee fasen. Een somberheid van vernietiging. Van wanneer God niet met ons is. Ultimately, we do get the clarity. En uiteindelijk krijgen we wel opheldering. And it's immediately on the background of these verses at the end of chapter 8 that we get to the beginning of chapter 9. The people that walked in darkness have seen a great light. They that dwelt in the land of the shadow of death, upon them has the light shined. En het is tegen deze achtergrond van vernietiging in hoofdstuk 8 dat we direct in hoofdstuk 9 vers 1 een hoopvolle boodschap lezen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Verse 2, you have multiplied the nation, you have increased their joy. They joy before you as the joy in harvest, when they rejoice, when they divide the spoil. And here it's of course the destruction of the whole host of the Assyrian Empire. 9 vers 2, u hebt dit volk talrijk gemaakt.
Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. En de buit, dit verwijst dan uiteraard naar de vernietiging van de koning van Assyrië. Verse 3, for the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, you have broken, as in the day of Midian, as in the day when Gideon and his soldiers defeated Midian in the time of the judges. Vers 3, want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midians dag. Wat verwijst dus naar de dag waarop Gideon de Midianieten versloeg. The Assyrian Empire indeed came into Judah up to the neck and laid siege to Jerusalem. And in a single night, 185,000 soldiers of the Assyrian Empire dropped dead, slain by the angel of God. En het koninkrijk van Assyrië overspoelde inderdaad ook Juda tot aan de nek. En het sloeg het beleg om Jeruzalem tot op één nacht een engel van God 185.000 van de mannen van Assyrië doodde. En daarmee het beleg van Jeruzalem eindigde. Implicitly, Isaiah is saying, we live in a period of complete confusion. Nothing is clear. We don't understand what's happening. Dus in feite zegt Jesaja van, we leven in een tijd van onzekerheid, van vragen, verwarring. We weten niet precies wat er aan de hand is. We do too. En dat geldt ook voor ons. But we have this promise that if we remain steadfast in our dedication to God, if we stay with God, so that He will be with us. Maar we hebben wel deze belofte dat als we standvastig zijn en wij met God zijn, dan is Hij ook met ons. Then we know all of the weapons brought against us will end up being merely fuel for the fire. En dan zullen we zien dat alle wapens die tegen ons in worden gebracht slechts hout voor op het vuur zijn. And even though we see a world around us in conflict and at war, en ook al zien we dus die wereld om ons heen die in conflict is en waarin oorlogen plaatsvinden. We can, like the prophet, see a new beginning dawning. In verse 5, for a child is born to us, a son is given to us, and the government is placed upon his shoulder, and his name is called by the wondrous advisor, the mighty God, the everlasting Father. By God, he is called the Prince of Peace. En tegen die achtergrond van oorlog en conflict kunnen wij dus ook een licht, een hoop ontwaren. Zoals beschreven in Jesaja 9, vers 5. En merk op dat de vertaling waarschijnlijk zal afwijken van wat u in uw Bijbel hebt. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En zijn naam is door de wonderbare raadsman, de sterke God, de eeuwige vader, genoemd de vredevorst. How do we get there? Verse 6. And of course, with this we conclude.
En hoe komen we daaraan? Dat zien we in vers 6 en daarmee besluiten we het verhaal. To him who increases the government and of peace without end upon the throne of David and upon his kingdom to establish it. How is it established? To support it through justice and through righteousness from henceforth and forever. It is through that justice and righteousness, through our being with God, that we become worthy of God being with us. En ook dit vers is anders dan dat u in uw Bijbel zou kunnen vinden. Het is een voortzetting van het voorgaande vers, waarin staat dus de heerschappij rust op zijn schouders. En dan gaat het vers verder. Op hem namelijk, die de heerschappij vergroot en aan wiens vrede geen einde zal komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. En hoe komt dat dan tot stand? Om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de heren van de legermachten zal dit doen. Now once again, the prophet is addressing himself to his contemporaries. They see all of the turmoil, all of the havoc, all of the confusion in their time. En bedenk nogmaals dat Jesaja spreekt tot zijn tijdsgenoten die leven in een verwarrende tijd te midden van verwoesting en vernietiging. We see all of the turmoil, all of the havoc, all of the confusion in our time. En wij zien ook die vernietiging, verwoesting en verwarring in onze tijd. When the throne of David is established and supported through justice and through righteousness, we know what the end of the picture is going to look like. Wanneer de troon van David en zijn koninkrijk gegrondvest zijn en ondersteund worden door recht en gerechtigheid, dan weten we wat hoe het eindplaatje eruit zal zien. So while this people, the ones to whom Isaiah addresses himself, may not get it, Isaiah conveys his message to us as well. For us to learn, looking back, upon what took place in the world of Isaiah so many centuries ago, because they teach us what to expect, what to anticipate. And most of all, what we are charged to do, to be with God, in order to get to the end of this story. Dus er zijn ook de tijdsgenoten van Jesaja, er waren onder hen die het niet vatten wat Jesaja hen vertelde. En zo komt de boodschap van Jesaja niet bij hen aan, maar diezelfde boodschap krijgen ook wij nu te horen. En dat legt bij ons opnieuw de vraag neer of wij wel er naar luisteren en luisteren naar wat ons te doen staat, wat we moeten doen om die eindstaat, dat mooie eindplaatje te bereiken, waarin God met ons is. We, like them, are the people today going in darkness. Wij, tegenwoordig, net als zij toen, zijn het volk dat gaat in duisternis. If we heed Isaiah's message to us, we, like they, will see a great light. Als wij waarde hechten aan de boodschap van Jesaja, dan zullen wij, net als zij toen, zullen wij ook een groot licht zien.
The zeal of the God of hosts performs this. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. God bless. God zegen jullie.